Daar zijn we weer. Klaar voor februari, alweer een nieuwe challenge. In deze challenge gaan we werken aan een zomerlijf, oftewel de Beachbody Challenge. Ga jij voor deze challenge? Hier volgen oefeningen. Oefening 1, de jacks. Je gaat staan met je voeten naast elkaar en het idee is dat je een klein beetje opzij springt of weer terug. En daarbij kan je optioneel je armen meenemen, deze jacks. Is springen te veel voor je? Doe hem stappend met of zonder armen. Oefening nummer 2, de squat. Je gaat staan, voeten heupbreedte, je tenen wijzen recht naar voren. Heel simpel, je gaat zitten en je gaat staan. Belangrijk waar je op let is je knieën wijzen naar je tenen. Ik laat nog heel even saai aan zitten staan, maar belangrijk is je knieën wijzen naar voren. Je schouders blijven mooi boven je voeten. Oefening nummer 3, de sit-up. Je gaat liggen op de grond. Voeten gebogen op de grond. Hier vandaan is het eigenlijk omhoog komen zitten, dus je komt omhoog, je zit en je gaat weer terug. Wil je hem voor jezelf wat makkelijker maken? Schouders van de grond, kan meer dan genoeg zijn. Oefening nummer 4, de push-up. Je plaatst je handen iets breder dan je schouders op de grond. Lichaam goed gestrekt vanaf je knieën of ietsje zwaarder vanaf je tenen. En je buigt door met je neus voor je handen en je duwt jezelf weer omhoog. Knieën is dus ietsjes lichter, op je tenen is ietsjes zwaarder. Oefening nummer 5, de lunge. Je gaat staan, handen in je zij, voeten heupbreedte. Je zet een ruime stap naar voren, dan buig je met je achterste knie naar de vloer toe. Voorste knie blijft mooi boven je voet, je duwt jezelf omhoog en in één stap weer terug. Hetzelfde doe je met je andere been. Oefening nummer 6, de high knees. Je gaat weer staan, naast de voeten naast elkaar. Je trekt één knie hoog op, je plaatst je neer, je doet je andere knie omhoog. Dat is één herhaling en zo ga je achter elkaar door. Wil je hem wat sneller doen, mag je hem ook met een klein sprintje erbij doen. Oefening nummer 7, de plank. Alweer de laatste oefening van deze challenge. Je gaat met je ellebogen op schouderbreedte op de grond steunen. Schouders boven je ellebogen. Lichaam goed gestrekt, met je billen nooit hoger dan je schouders. Steun je op je knieën, span je je buik en je billen aan. Wil je deze zwaarder maken? Ga je op je tenen staan. Dat waren alweer alle 7 oefeningen van deze challenge. Natuurlijk gaan we ze niet allemaal op één dag doen. We doen de ene dag de ene oefeningen, de andere dag de andere oefeningen. En zo verdelen we dat mooi netjes over de hele maand. Met steeds ietsjes meer uitdaging. Ik zou zeggen, ga die uitdaging aan. Succes, hè!